We staan hier voor de Beatrix in Naarden. En die moet dus afgebroken worden. We gaan even praten met meneer Klaas van Dijk. We zijn hier op het Beatrix Hof bij meneer Van Dijk, die woont in de Beatrix Flat. En wij hebben een artikel gelezen in de krant: deze flat moet afgebroken worden. Hoe denkt u daarover? Totaal niet mee eens. Ik begrijp de argumenten wel, maar ik heb andere argumenten. En ik denk dat deze flat met de enige aanpassingen prima opgeknapt kan worden. En dat er dan helemaal niet eens zo gek veel te doen is. Uh, bijvoorbeeld het isoleren van de spouwmuren, misschien de ramen er goed in zetten, misschien wat zij noemen koude bruggen. Dus dat zijn platen beton die uiteindelijk. ...met zeg maar de buitenlucht contact hebben, een kou doorgeven. Ja, daar kan je dingen overheen zetten zodat ze geïsoleerd worden. Wanneer wordt het afgebroken ja. en waar moet u naartoe? Nou, waar ik naartoe moet, dat is nog een heel, een heel ander verhaal. Maar uh, de plannen zijn om volgend jaar september dit af te gaan breken. Uh, ik woon in deze flat bijna 40 jaar, volgend jaar 40 jaar. En dat is voor mij natuurlijk als voordeel gehad dat die huur vrij laag gebleven is. En u heeft hij hier een leuk uitzicht. Ik heb een heel leuk uitzicht en elke zonnestraal die hier schijnt, die komt bij mij binnen. Plus, als hier meer bewoners komen, dan zullen ze toch ook moeten zorgen voor meer parkeergelegenheid. De regering gaat acht nieuwe parkeervakken organiseren. Waar, weet ik niet, maar dat is de oplossing tot nu toe. Ik weet van de winkels die hier tegenover liggen dat die dit een hele vervelende toestand vinden. Want die zitten straks met een bouwput van uh, 18 maanden tegenover hun. Dat zijn winkels die het al niet zo heel makkelijk hebben... Verder ken ik ook wat omwonenden die hier achter wonen, die bang zijn dat ze avondzon in hun tuin gaan missen, uh, dat de sociale cohesie in deze wijk heel anders komt te liggen, omdat er toch jongere andere mensen komen te wonen en dan wordt het een galerijflat die nogal wat uh, reuring en geluid zal uh, veroorzaken. Um, ja, ik hoor dus wel van mensen die dat niet zo fijn vinden.